Welkom terug allemaal. Vandaag gaan we spreken over sluitertijd. We hebben eerder een aantal video's gemaakt over diafragmagetal. Daarbij hebben we deze Nikon F80 gebruikt. We hebben diafragma's, er zijn uiteindelijk een viertal video's van gemaakt. En we hebben diafragma besproken omdat diafragma een van de drie pijlers is van de belichting. Dus als je de driehoekverhouding van de belichting hebt, heb je aan de ene kant het diafragmagetal. Verder heb je de sluitertijd en je hebt ook nog de ISO-waarde. Dus nu gaan we beginnen met een aantal detailvideo's over de sluitertijd. En dan verwacht ik ook op termijn ook nog een aantal detailvideo's te maken over de ISO-waarde. Nu, hoeveel video's het worden van sluitertijd, daar wil ik op zich niet op voorhand mee over uitspreken. We zullen zien in hoeverre we moeten opsplitsen om het geheel overzichtelijk te houden. Dus sluitertijd. Het is zo, dus opnieuw de Nikon F80 is een spiegelreflexcamera, analoog, dus met een film, maar wel met digitaal scherm en communicatie tussen lens en camera. Als ik die lens er terug afneem, we hebben toen aan de hand van deze lens, dus het diafragma wat je daar ziet zitten, hebben we toen besproken. Maar het is zo dat bij de consumentencamera is het zo dat de sluiter verwerkt zit in de body en niet in de lens. Er zijn andere camera's, zoals bijvoorbeeld meer professioneel gericht, zoals de Hasselblad-series die je hier ziet, waarbij dat de sluitertijd in de lens verwerkt zit, maar daar gaan we straks meer over vertellen. Voor nu gaat het dus over consumentencamera's. Bij spiegelreflexcamera's bijvoorbeeld zit de sluiter in de body verwerkt. Dus dat maakt dat we deze lens niet echt nodig hebben. Het alternatief van het verwerken van de sluiter in de lens maakt de lens duurder. Dus dat betekent, in dit geval is de body misschien iets duurder omdat daar een sluiter in verwerkt is, maar telkens je een nieuwe lens aanschaft voor die camera, hoef je wel niet extra te betalen voor die sluiter die opnieuw in die lens zou zitten. Plus, technisch gezien ook, een sluiter die in de lens zit, betekent dat er een aandrijfmechanisme moet zijn, of een aansturingsmechanisme tussen die communicatie doorgeeft, plus dat dan opnieuw onderdelen in de lens verwerkt moeten worden die aan de ene kant duurder zijn, maar die ook kunnen stuk gaan. Dus we gaan naar de body kijken. Dus dit is een spiegelreflex, dat betekent dat je hier, als je daar recht in kijkt, eerst en vooral de spiegel te zien krijgt. En het is pas daarachter dat een sluiter zit. Nu, ik heb daarnet bij het opstellen gezien dat er hier eigenlijk een filmpje in zit, in deze camera. Dus dan kan ik de rug niet gewoon openmaken om u de sluiter te laten zien. De sluiter is eigenlijk wat er tussen uw film, dus hierachter, tussen uw film en de lens zit om het licht tegen te houden. Een sluitertijd, dat druk je uit in seconden. Dus dan spreken we van, over het algemeen is het zo snel dat we spreken van bijvoorbeeld een 125ste van een seconde. Of een 500ste van een seconde en dergelijke meer. Nu, ik zal er voor het gemak deze camera even bij nemen, de Nikon FM2, die al goed afgezien heeft. Omdat daar nu geen film in zit op dit moment, en dan kan ik u iets gemakkelijker laten zien wat ik bedoel met de sluiter. Dus ook bij het diafragma zijn we eigenlijk begonnen met het aantonen van waar het diafragma zit op de lens. Hoe het op zich werkt en dergelijke meer. Dus dat gaan we nu ook doen voor de sluiter. De spiegel is vuil, zie ik al meteen. Dus als we nu de achterkant, als we de rug even openmaken, dan zie je, als het goed is, hier al meteen, ik kom er bewust niet aan, omdat dat zijn gevoelige lamellen, daar zit een sluiter. En die sluiter gaat dus hier loopt, als de film geladen is, loopt hier de film over. Dus zolang die sluiter dicht is, wordt de film niet belicht. Gaat de sluiter open, dan wordt de film belicht voor de tijd dat die sluiter open is. Nu, zoals gezegd, dat zijn tijden die we spreken over een... Bijvoorbeeld hier hebben we een aanduiding, deze reeks. Laten we meteen ook de reeks bespreken van de sluitertaal. We hebben ook van de diafragmagetal in de reeks besproken. Dus het gemak van deze aanduiding op deze ring is dat we een volledige stop spreken. Dus dan heb je hier bijvoorbeeld bulb. De B van bulb betekent dat er op dit moment de sluiter zo lang open blijft als dat jij op de sluiter duwt. Dat is dus voor heel lange sluitertijden waarvan
voor 's nachts. Of waarbij dat je filters op de lens gebruikt die het licht tegenhouden. Om bijvoorbeeld beweging in beeld te brengen van water of dergelijke. En dan ga je zelf indrukken en kijken op een timer of op je klok hoe lang de tijd moet lopen. Nu, als we een volledige stop spreken en we beginnen van een seconde. Dit is 1 seconde. Dan is dus 1 seconde belicht. Dan is een stop minder of korter belicht is een halve seconde. Dus dit is een tweede van een seconde. Dan een vierde van een seconde en je verdubbelt gewoon telkens of halveert. Een achtste, een vijftiende, een dertigste. Dus van 8 naar 16. Een achtste naar een zestiende. De 16 wordt afgerond naar 15. Omdat we dan later van een dertigste, een zestigste opnieuw. In plaats van een 120ste spreken we van een 125ste. Rekent gemakkelijker. Een 250ste. Dit is rood aangeduid, kom ik ook op terug. Een 500ste. Een 1000ste van een seconde. Een 2000ste. Een 4000ste. Als we nu bijvoorbeeld gaan kijken wat zo'n 500ste van een seconde, wat dat in de praktijk betekent, dan ga je zien dat dat ongelooflijk snel is. Ik kan het even demonstreren, omdat er hier geen film in geladen is. Normaal gezien ga je nu, dus als ik nu afdruk, ik zal plaats maken, dan zou je de tafel moeten kunnen zien. We moeten wel onze film laden, zogezegd. Dan zie je dat die shutter, de sluiter, wordt geladen, zogezegd. Het is puur mechanisch. Dus hier komt geen batterij bij te pas. Die lamellen zijn nu allemaal klaar om ontspannen te worden. Als we dan de ontspanner indrukken, dan zie je dat heel snel bewogen is. Namelijk een 500ste van een seconde. Nu, als ik dat verplaats naar 1 seconde, wat al een groot aantal stops langer belicht is. Als ik die nu ontspan en opnieuw ik moet de sluiter laden, die is geladen, dan zie je dat dit een seconde lang open gebleven is. Nu, een seconde is al een ongebruikelijk lange sluitertijdfotografie. Het is ook zo, als je je camera een seconde lang open houdt, dan zal gewoon door de beweging van uw lichaam het beeld bewogen zijn. Dus dan zal het beeld onscherp zijn. Dus eigenlijk is dat in de praktijk, tenzij dat je een statief gebruikt, eigenlijk niet zo handig en heel weinig gebruikt. Sluitertijden die je in de praktijk wel kunt gebruiken zijn om uit de hand te fotograferen, dan zijn over het algemeen vanaf een 60ste van een seconde. Eigenlijk de algemene regel is dat we over de brandpuntsafstand, dus het is bijvoorbeeld een 50 mm lens, dan is het zo dat je met deze lens uit de hand kunt scherp fotograferen, zonder bewegingsonscherpte dan toch, dus door de sluitertijd en door je eigen beweging, vanaf 1/50ste van een seconde. Dus hier zou dat een 60ste van een seconde zijn, en hoger uiteraard, dus een 60, 125, 250 enzovoort. Dat is een geheugensteuntje. Nu, denk er wel aan, als we het hebben over 50 mm, dat is 50 mm op een full-frame camera, dus op een camera 24 mm formaat. Als we nu op een camera werken met een kleinere sensor, dan moet je rekenen met de omgerekende brandpuntsafstand. Dus als dit bijvoorbeeld gemonteerd zou zijn op een DX-camera, dan moet je rekenen maal anderhalf. Dus is dat eigenlijk geen 50 mm brandpuntsafstand, maar wel rond de 80 mm. Dus moet je eigenlijk minimaal een 80ste, oftewel een 125ste, als je een volledige stop schrikt, sluitertijd gaan hanteren. Zo, dus voor het eerste deel denk ik dat we hiermee wel al een en het ander toegelicht hebben. Dus we hebben de sluiter laten zien, we hebben de getallenreeks besproken. Dus bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende opname.